vijf hoofdpersonages waren eigenlijk al helemaal uitgetekend en voor een groot stuk zelfs al gemodeld in 3D, voordat we aan de casting zijn begonnen. Maar de figuren zelf, of de fysionomie van zowel Wim als Sébastien. Wel, Sébastien is een lange, smalle en Wim is een beetje een geblokte figuur. Die kloppen eigenlijk wel. En uiteindelijk zijn ze ook van verhouding een beetje gelijklopend. Omdat als je dan opnames doet, als je de bewegingen capteert en ze geven elkaar een hand, bijvoorbeeld, dan moet die hand ook natuurlijk passen. Als je dan een hele grote hebt en een hele klein, dan past dat niet. Dus ze zijn wel een beetje naar elkaar toe gematcht achteraf. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.